Ik ben geen vrouw die componist is. Ik ben een componist die vrouw is. Ik componeer voor elk instrument. Solos, duetten, balletten, concerto's. Componeren is ademen, concerteren is leven, mijn leven als godin in Frankrijk. Tot ik die ene keer op bezoek ging in Engeland, bij Queen Victoria, die me even de adem benam. Bon, we zijn in Londen. Ik had dus gespeeld in het paleis tijdens een of andere jubileumviering en de Queen die zat daar te stralen op haar troon. Maar van dichterbij heb ik haar eigenlijk niet gezien. Het was best een fijne avond, maar eigenlijk, ik moet zeggen, eerlijk gezegd, hou ik niet zo echt van Engeland. Laat staan van Engels. Ik zeg altijd, mijn thuis is waar mijn piano staat. Ik was dus ferm content toen ik weer in mijn eigen huis in Le Vésinet was. Tot ik plots, een paar dagen later, de bel hoor. Een gigantische koets met twee paarden voor mijn deur. De Engelse ambassadeur, recht uit Parijs. Ik dacht, ja, ik heb daar iets verkeerd gedaan in dat paleis. Ik heb per ongeluk iets meegenomen of zo. Kroonjuwelen misschien. Maar nee. Achter de rug van die ambassadeur duiken plots twee mannen op. In een prachtig, maar werkelijk een prachtig velvet kostuum. Met zowat fauffuur op de kraag, echt schoon. Maar voor ik kon vragen of ik dat jasje misschien eens mocht passen, haalde die daar een gigantische doos boven. Een onheilspellend groot pakket. Helemaal bedekt met zegels en met papier. Ik dacht, ja, ik zal daar iets vergeten zijn dan waarschijnlijk. In Engeland. Dus die mannen die zetten dat pak neer in mijn living. Zonder iets te zeggen, hè. En die zijn gewoon terug weg. Ik heb daar zeker 10 minuten naar dat pakket staan kijken, voordat ik eraan durfde beginnen. En mijn ademhaling, ik had die alles behalve onder controle, maar dan dacht ik, allee, kom aan, Cécile, doe nu niet onnozel, wees eens een vrouw, zeg, begint daar gewoon aan. Dus, ik maak die zegels los en ik begin te scheuren. Al het papier eraf. Zat daaronder weer papier. Alles eraf, weer papier. Alles eraf, weer papier. Ja, die Queen die had mij daar goed liggen, hè? Een fopcadeautje. Tot plots. Geen papier meer. Een kartonnen doosje. Ik doe dat voorzichtig open. Nog karton. Ik doe dat open, nog karton. Ik doe dat open, nog karton. En toen? Eindelijk. Een foto van de koningin. Queen Victoria. Met haar fermste tandpasta glimlach, een glinsterende diadeem in haar haar en verre van subtiele oorbellen. En in de hoek van de foto, met een klein zwart stiftje, haar handtekening. En in het heel, heel kleintjes daaronder, echt, ik moest mijn ogen tot spleetjes knijpen om het te kunnen lezen. Thank you very much for the beautiful songs, Cécile Chaminade. Ah, well, Queen Victoria, it was my pleasure.